Lieve Binkatleet, hier de thuisworkout van vandaag. We beginnen met een 6 minuten M-rep, waar we de eerste 30 seconden plank gaan houden. Daarna doen we 10 prisoner squats, oftewel een air squat, met de handen achter het hoofd. En we doen 30 plate jumps om de kuitspieren goed te activeren, oftewel op- en afspringen. En dan komt de workout, een 20 minuten M-rep. Hou er rekening mee dat het 20 minuten is en je dus op een iets langzamer werktempo werkt dan bijvoorbeeld een 9 minuten M-rep. We beginnen met 50 dumbbell unders, maar hou er rekening mee dat je wel in een constante flow blijft. Dus voor sommigen zou het inhouden dat je misschien 25 dumbbell-unders doet of 100 single-unders. Zorg in ieder geval voor dat er wel een flow blijft en dat de hartslag op een bepaald level blijft. Daarna doen we 20 object thrusters, waar je de object in één hand vasthoudt. Je mag kiezen wat je hiervoor gebruikt, maar kies een gewicht waarvan je die 20 unbroken kan doen. Vervolgens krijgen we 20 sit-ups. En deze zijn eigenlijk voor bedoeld om de hartslag iets te laten dalen, ondanks het feit dat je nog steeds in beweging bent. In een ideale wereld zijn je rondetijden gelijk en je laatste ronde zou je zelf misschien iets kunnen versnellen. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie scores. Veel plezier.